Fijn vanavond in jullie midden te zijn. Laten we het woord van de Heere openen wel in Matteüs 10, de verzen 16 tot 42. Matteüs 10, vers 16 tot 42. Dan zegt de Heer Jezus: zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan de raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geeselen. Nu zult u ook voor stadhouders en koningen geleid worden, omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader die in u spreekt. De ene broer zal tegen de andere broer overleveren om gedood te worden. En de vader het kind. En de kinderen zullen tegen hun ouders opstaan en hen doden. Nu zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere. Want voorwaar, ik zeg u, u zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des Mensen gekomen is. De discipel staat niet boven zijn meester, en de dienaar niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de dienaar wordt zoals zijn heer. Als de heren van het huis Beelzebub genoemd zullen hebben, hoeveel meer zijn huisgenoten? Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. En ik zeg het u in het duister. Wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. En wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel de ziel als het lichaam te gronden kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? Niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die mij zal belijden voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn vader die in de hemelen is. Maar wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn vader die in de hemel is. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, die is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, die is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt, omdat hij een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een rechtvaardig ontvangt, omdat hij een rechtvaardig is, zal het loon van een rechtvaardig ontvangen. En wie een van deze kleine slechts een beker koud water te drinken geeft, omdat hij een discipel is, voorwaar ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen.
zag. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in. En erven koninkrijken. Ja, prachtig die woorden van Luther die jij geschreven heeft te midden van vervolging. En ik denk dat jullie allemaal de uitspraak wel kennen. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. En mijn vraag vanavond is aan jullie, ben je het daar nu mee eens? Geloof je dat dat waar is? Geloof je dat God vervolging en verdrukking gebruikt om mensen bij hem te brengen? Ik wil je vragen, als je dat gelooft, steek dan even je hand omhoog. Als je gelooft dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is. Dus dat God verdrukking en vervolging kan gebruiken om zijn koninkrijk uit te breiden, om mensen bij hem te brengen. Steek even je hand omhoog als je denkt dat dat waar is. Nou, geweldig, iedereen. En mijn volgende vraag is dan, wat zou je, als je gelooft dat dat waar is, dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is, wat zou je dan liever willen? Dat je je leventje kunt blijven leven zoals je dat nu doet, in vrijheid, met de luxe die je hebt, met een mobieltje, met internet, met een lekker verwarmd huis of met dit weer een lekker gekoeld huis. Elke dag eten en drinken, dat je niet bang hoeft te zijn als je over straat gaat. Zou je dan zeggen, nou, dat wil ik liever zo houden? Of zeg je, ik zou liever vervolging en verdrukking hebben. Dus dat je niet openlijk naar de kerk kunt. Dat je je werk kwijtraakt omdat je een christen bent. Dat je vrienden verliest omdat ze je extreem vinden en gevaarlijk. Dat je misschien wel honger moet lijden. Dat je misschien wel moet vluchten. Dat je je misschien wel eenzaam en alleen voelt. Maar waarbij je dan wel anderen tot Christus brengt. Waarbij jouw offers, jouw vervolging die je meemaakt, het zaad van de kerk zijn. Als dat nou de twee keuzes zouden zijn, welk van de twee zou jij dan kiezen? Je luxe, comfortabele, veilige leventje, zoals je dat nu hebt, waarbij je geen of hoogstens af en toe een enkeling tot Christus brengt? Of vervolging en verdrukking en een moeilijk leven, maar waarbij je wel bijdraagt aan de uitbreiding van Gods koninkrijk. En als je zegt, voor mij is dat het laatste, dan wil ik vragen om op te staan. Wie van jullie zegt, als mijn bloed nodig is voor het zaad van de kerk, dan sta ik daarvoor open. Als je dat zegt, mijn bloed mag vloeien, als dat het zaad van de kerk moet zijn, dan mag de Heer dat van mij vragen. Dan wil ik vragen, ga dan even staan. Dank jullie wel, je mag weer gaan zitten. Nou, als ik zo rondkijk, val me op dat niet iedereen is gaan staan. En mijn vraag aan jou is, hoe komt dat? Wat houdt jou tegen om te zeggen, als mijn bloed nodig is om het zaad van de kerk te zijn, dan heb ik dat er daarvoor over. Durf je misschien niet? Zeg je, ja, diep van binnen zou ik eigenlijk wel willen gaan staan. Ja, dit soort avonden is dat helemaal niet gebruikelijk, doen we dat nooit. En als ik ga staan, ben ik misschien wel de enige en dan kijken ze allemaal naar mij. En dan sta ik daar in mijn eentje een beetje verschut. Nou, je hebt zojuist kunnen zien. Als je was gaan staan, was je niet de enige geweest. Er gingen nog meer mensen staan.
En zo is het tijdens vervolging en verdrukking vaak ook. Je bent echt niet de enige die staat voor de zaak van Jezus Christus. Ik heb wel een vraag voor je. Als jij nu al bang bent om alleen te staan, hoe ga je dat doen als er straks vervolging en verdrukking komt? Want dat mensen nu raar naar je kijken en je alleen voelt staan, ja, dat hoort bij vervolging en verdrukking. Als vervolging en verdrukking komt, hoe ga je dat doen? Haak je dan maar af? Verloochen je dan de Heer Jezus? En wat doe je dan met de woorden van de Heer Jezus in Matthäus 10, vers 33, we hebben dat gelezen. Als hij zegt, wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Mijn vraag aan jou is, wat heb jij nu nodig om alleen te staan als er vervolging en verdrukking komt? Wat heb je daar nu voor nodig? Zoek daar voor jezelf eens een antwoord op. Wat heb ik nodig om alleen te durven staan als er vervolging of verdrukking komt? Misschien wel bekering, dat je de Heer Jezus nog niet kent. Misschien wel een leven dichter bij de Heer, zodat je meer de waarde ziet die er in Hem is. Of misschien wel iets anders. Maar zoek daar voor jezelf het antwoord eens op. Wat heb ik nodig om alleen te durven staan als er vervolging of verdrukking komt? Zoek dan een moment op waarop je alleen kunt zijn met de Heer en bespreek dat eens met Hem. Zodat als vervolging en verdrukking komt, en ik denk dat we dat allemaal in ons leven nog mee gaan maken, zodat als die momenten komen, je dan alleen kunt staan. Nou, gelukkig zag ik ook een paar mensen die wel gingen staan. En wat is toch mooi als je dat durft te zeggen. Als vervolging en verdrukking komt, en als dat nodig is om mensen bij de Heer Jezus te brengen, dan mag de Heer dat van mij vragen, dan sta ik er. En je zag het, je was niet de enige die stond. Dat is iets wat de Satan ons graag laat denken. Satan laat ons heel graag denken dat wij de enige zijn die er op die manier over denken. Dat wij de enige zijn die nog met de Heer willen leven. En zo probeert hij ons moedeloos te maken. Net zoals hij dat deed bij de profeet Elia. Nou, weet dan dat als je geroepen wordt om alleen te staan, weet dan dat je echt niet de enige bent. Net zoals er in de tijd van Elia er nog 7000 waren die de knie voor Baal niet gebogen hadden, zo zal het ook nu zijn als er vervolging en verdrukking komt. Dan zullen er genoeg mensen zijn die niet voor de Satan buigen, maar voor de zaak van de Heere staan. Je kunt je dan wel alleen voelen staan en je kunt je ook eenzaam voelen. Maar geloof de leugen van de Satan niet, je staat niet alleen. Ook al zie je dat op dat moment niet. Er zullen er meerdere zijn die voor de zaak van de Heere staan. Maar goed, als je ging staan, wil ik je wel even een reality check meegeven. Mooi dat je bent gaan staan. Mooi dat je, als de Heer dat van je vraagt, vervolging en verdrukking ervoor over hebt. Maar weet je wel waar je ja op gezegd hebt? In het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben, bereidt de Heer Jezus zijn discipelen voor op de vervolging en verdrukking die komen gaat. En hij vertelt ze dan wat ze kunnen verwachten. Hij zegt in vers 21, de ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden. En de vader het kind. En kinderen zullen tegen hun ouders opstaan en hen doden. Nou, probeer dat eens voor te stellen hoe dat zal zijn. Je eigen broer of zus die jouw adres doorgeeft aan mensen die jou een kopje kleiner komen maken. En dat je vader afstand van je neemt. Dat hij tegen je zegt, als jij zulke rare dingen gelooft, nou dan ben je niet meer mijn dochter, dan ben jij niet meer mijn zoon. Ik hoop dat je doodgaat. Als je kinderen hebt, dat je kind je dan in je gezicht spuugt. En zegt, nou jou luister ik niet, jij gek christengekkie. Dat je puber met zijn vrienden met honkbalknuppels komt. Om jou dood te slaan. Dat is een beetje het beeld wat de Heer Jezus hier beschrijft. Waarvan hij zegt tegen zijn discipelen, dat zal gebeuren in de tijd voorafgaand aan mijn wederkomst. Je familie, je gezin,
De mensen aan wie je verbonden bent met een bloedband, zullen je uitkotsen. Zullen je doodwensen. En de een die zal dat doen omdat ze zo'n hekel aan de Heer Jezus hebben. En de ander zal dat doen omdat ze vooral niet bij jou willen horen. Omdat jij bekend staat als een christen. En ze bang zijn dat als zij verwant zijn aan een christen, dat ze hen ook zullen pakken. En daarom geven ze je aan. En zegt de Heer Jezus, niet alleen je familie zal dat doen. Niet alleen je gezin, iedereen zal zich tegen je keren. Vers 22, u zult door allen gehaat worden. Omwille van mijn naam. Nou, dat is het beeld. Iedereen is tegen je. En jij staat daar helemaal alleen. En dan niet alleen in een zaal, waar mensen hoogstens een beetje raar naar je kijken. Maar alleen in een wereld waar iedereen tegen je is. Waar iedereen je letterlijk dood wil. Nou, als je dat probeert een beetje in te leven hoe dat is, dan nou, kun je er best een beetje tegenop zien. Je hebt de Heer lief en je wilt hem niet verloochenen. Als hij dan vervolging of verdrukking op je pad brengt, ja, dan kun je daar ook niet voor weglopen. Als je denkt aan wat dat inhoudt, ja, dan kan het je best bang maken. Als het zo heftig wordt als dat de Heer Jezus beschrijft, hoe ga ik dat ooit doen? Hoe kan ik dat aan? Hoe hou ik dat vol? Nou, de Heer Jezus geeft daar zelf een antwoord op. En dat vind ik het mooie van dit gedeelte. Als de Heer Jezus gaat vertellen hoe verschrikkelijk het wel niet worden zal als er vervolging en verdrukking komt, dan doet hij dat niet om zijn discipelen bang te maken. Maar dan doet hij dat om ze te bemoedigen. Hij zegt in vers 21 en 22, de ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden. En de vader het kind. En de kinderen zullen tegen hun ouders opstaan en hen doden. En gij zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar zegt de Heer Jezus dan bij, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dus de Heer Jezus zegt, hou voor ogen wat je gegeven zal worden. Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Het vraagt dus volharding, dat is niet makkelijk. Het zal zelfs enorm zwaar en moeilijk zijn. Maar weet dat als je volhardt, als je mij trouw blijft, weet dan dat de zaligheid je wacht. Dan wacht je het echte geluk. Ja, en als de Heer Jezus het heeft over de zaligheid, dan is dat voor ons een bekende uitdrukking. Wij weten wat de Heer Jezus daarmee bedoelt. Maar als je probeert in te leven hoe dat was voor de eerste hoorders van de Heer Jezus, dan zet de Heer Jezus met die uitdrukking de wereld op zijn kop. Want geluk, zo dachten de meeste mensen toen, en zeker ook in onze tijd, geluk is toch dat je het vooral goed hebt hier in je leven nu. Dat je een lieve man of vrouw hebt, dat je een lieve vriend of vriendin hebt, met wie je leuke dingen doet, met wie het fijn is om samen te zijn. Geluk, dat is een fijne sfeer hebben in je gezin, dat je een goede band hebt met je kinderen, dat je een goede verhouding hebt met je vader en met je moeder, als je die nog mag hebben, en met je broers en zussen. Geluk is dat je werk hebt waar je van geniet. Dat je financieel geen zorg hebt en dat je kunt kopen wat je wil. Dat je makkelijk rond kunt komen, dat je lekker kunt eten, dat je fijn op vakantie kunt gaan. Dat je mensen hebt die voor je klaarstaan, vrienden. Geluk, dat is genieten van het mooie wat er hier op aarde is. Nou zegt de Heer Jezus niet dat dat er niet zijn mag. Er zijn op deze wereld heel veel mooie dingen waar je van genieten mag. Dingen die God je geeft, zegeningen van hem. Maar zo wil de Heer Jezus hier wel zeggen, het echte geluk is daar niet in. Als dat is wat voor jou geluk is, als je daar je geluk in zoekt, ja dat is maar dwaas. Deze wereld gaat voorbij met alles wat te begeerlijk is in deze wereld. Dus als jij je geluk zoekt op de aarde, bedenk dan, eens zal alles wat jou hier geluk geeft voorbij gaan. Mensen van wie je houdt zullen een keer overlijden. Je gezondheid zal een keer achteruit gaan. Je zult je werk een keer los moeten laten. Als je met pensioen gaat. Je geld en alle mooie spullen die je hebt moet je achterlaten als je sterft. En je status dat iedereen tegen je opkijkt en weet wat voor geweldige dingen je gedaan hebt. Dat wordt een keer vergeten. Meestal niet heel lang na je dood. Dan weet niemand meer wie je bent. Alles wat je hier op aarde verzamelt, dat is vergankelijk. Dat gaat voorbij.
Maar zo wilde de Heer Jezus zeggen, er is een geluk wat niet voorbij gaat. Een geluk wat juist sterker wordt naarmate je minder hebt hier op aarde. Een geluk wat je met je sterven niet los moet laten. Wat je juist met je sterven volmaakt ontvangen zul. Echt geluk, dat ligt in goede relatie met de Heer. In het kennen van de God die je geschapen heeft. In het weten dat al je zonde, alles wat die relatie met de Heer in de weg staat, dat dat weggenomen is door het offer van de Heer Jezus. Dat het daarom goed is tussen God en jou. Dat Hij je vader is en jij leeft als zijn kind. Dat Hij je lief heeft, dat Hij zorgt voor je. Dat je de weg door het leven gaat met Hem. Dat je weet, straks zal ik voor altijd met Hem zijn. Nou, de Heer Jezus zegt, denk daar eens aan als het moeilijk is. Denk dan eens aan het geluk wat je gekregen hebt van mij. Als je volharden zult tot het einde, dan zul je zalig worden. Dan zal dat geluk voor altijd, voor eeuwig jouw deel zijn. Hou dat voor ogen. Hou voor ogen wat er werkelijk toe doet. Hou de toekomst voor ogen waarheen je op weg bent. Laat dat de prioriteit in je leven zijn. Laat dat alle dingen in je leven hier bepalen. Juist als het moeilijk wordt. Als je misschien vrienden kwijtraakt. Als de relatie met je ouders bekoelt. Omdat jij met de Heer wil leven. Juist als het moeilijk wordt. Hou dan voor ogen waar je het voor doet. Hou dan voor ogen voor wie je het doet. Je doet het voor Hem die jou heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Je doet het omdat Hij je meer waard is dan het beste van deze aarde. Je doet het omdat je Hem lief hebt. Dat je voor eeuwig bij Hem wil zijn. En de Heer Jezus, Hij belooft je dan, als je dat doet, als je volhardt tot het einde, dan zul je zalig worden. En dan kan de weg erheen moeilijk zijn. De bestemming is het waard. Hou die toekomst voor ogen. Nou, dat is de eerste bemoediging die de Heer Jezus geeft. Als je met Hem wil leven en je weet dat het moeilijk zal worden. Hou de toekomst met Hem voor ogen. Ja, nu hoop ik eigenlijk dat jij zegt, ja, ik leef al met die toekomst voor ogen. Nu hoop ik dat je je leven nu al invult op basis van die toekomst waarheen je op weg bent. Dat je zegt, dat bepaalt nu al de prioriteiten die ik stel in mijn leven. Want als je die toekomst nou voor ogen houdt, zou dat je niet heel vrijmoedig moeten maken in het getuigen van de Heer Jezus? Kijk, misschien vind je het wel eens moeilijk om op je werk stilte te vragen. Te bidden voor het eten. Misschien vind je het wel eens moeilijk om met die klasgenoot of met die collega die de Heer niet kent persoonlijk, met hem of met haar te spreken over wie de Heer voor je is. Misschien durf je over die dingen die gevoelig liggen in onze samenleving, zoals hoe een christen aankijkt tegen abortus of tegen homoseksualiteit of tegen transgenderisme of tegen euthanasie. Misschien durf je niet te zeggen wat de Heer in de Bijbel daarover zegt, omdat je bang bent dat ze dat een beetje verwerpelijk zullen vinden. Dat je bang bent dat je dan veel onbegrip, veel lelijks over je heen zult krijgen. Misschien durf je zelfs niet tegen je vrienden te zeggen dat je liever niet meegaat naar die film die ingaat tegen Gods geboden. Of meegaat naar die plaats waar muziek gedraaid wordt die ingaat tegen hoe God een Bijbelse levensstijl beschrijft. Want je denkt bij jezelf, ja, straks nodigen ze me niet meer uit. Heb ik geen vrienden meer? Zit ik op zaterdagavond alleen in mijn kamer? Nou, vul het maar aan. Misschien heb je ook wel van die omstandigheden waarin je het moeilijk vindt om openlijk christen te zijn. Om openlijk te getuigen van de Heer. Nou, de volgende keer als je in zo'n situatie bent, denk dan aan wat de Heer Jezus hier zegt. Hou dan voor ogen waar je voor leeft. Je leeft niet om het hier fijn en makkelijk te hebben. Je leeft voor de Heer. Je leeft voor de toekomst met Hem. Wat jij hier op moet offeren. Wat jij hier kwijtraakt. Ja, dat kan moeilijk zijn. Maar het weegt niet op tegen de heerlijkheid die God je geeft. Voor altijd bij Hem zijn. Jouw lief heeft met heel zijn hart. Houd dat voor ogen. Laat dat bepalen hoe je leeft. Nou, de tweede bemoediging die de Heer Jezus in dit gedeelte geeft, die zou je bij het lezen zo over het hoofd zien. Zo voor de hand liggend is het.
Ik zei het al, ik verwacht dat we in ons leven nog vervolging en verdrukking gaan meemaken. Ik weet niet of jij er wel eens over nadenkt, over vervolging en verdrukking. En ik weet niet of jij dat gevoel ook hebt, dat het wel dichterbij aan het komen is. Maar als ik kijk naar de ontwikkeling in de westerse samenleving, dan zie ik een ontwikkeling die steeds verder bij de christelijke normen en waarden vandaan komt te staan. Laat ik wel voorbeelden noemen. Ik denk bijvoorbeeld, wat ik heel typerend vond, was de storm die opstak toen de Nashville-verklaring op NOS stond. Sommige predikanten die ondertekend hadden, kregen politiebeveiliging. Omdat de politie de dreigingen die ze ontvingen, doodsbedreigingen, serieus nam. Denk aan het vuil wat mensen als J.K. Rowling, je weet wel, de schrijver van de Harry Potter boeken, zelf een christin. Aan het vuil wat ze over zich heen kreeg, simpelweg omdat ze vasthoudt aan het Bijbelse onderscheid tussen man en vrouw. Of denk aan de vele mensen die ondertussen om die reden al van Twitter en andere social media geband zijn. Of denk aan het wetsvoorstel, nog niet behandeld, maar het ligt nog steeds op tafel. Wetsvoorstel voor de conversietherapie. Waarin onze Nederlandse overheid gevangenisstraf aan predikanten wil opleggen als ze in een pastoraal gesprek bidden of godszondige gevoelens wil wegnemen. Nou, zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Voorbeelden die laten zien dat als je als christen niet meegaat in de gedachte dat je als mens zelf bepaalt wie je bent, en dat niemand het recht heeft om wat van jouw levensstijl te vinden, dat je als christen daar niet in meegaat, dat je dan een groot probleem hebt. En ik denk dat dat steeds minder geaccepteerd zal worden. Dat als jij op grond van de Bijbel iets afwijst als zonde, als verkeerd, als verwerpelijk, dat mensen dat steeds minder zullen nemen. Dat ze zullen vinden dat je hen veroordeelt. Of, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt, dat je een hate crime begaat. Ik hou er rekening mee dat het zomaar kan gebeuren dat je over een paar jaar ontslagen wordt. En dat je iemand die als vrouw geboren is, als vrouw aanspreekt. En niet meegaat in haar gedachte dat ze nu een man is. Dat je geen opleiding meer kunt volgen. Dat je bij aanmelding moet ondertekenen, en sommige universiteiten willen dat. Dat je moet ondertekenen dat je ieders seksueel gedrag en de uitingen die daarbij horen accepteert en niet af zult wijzen. En als je dat niet doet, je gewoon niet aan die universiteit studeren mag. Hoe meer de wereld om ons heen verder bij de Bijbelse normen en waarden af komt te staan, des te groter wordt ook de kloof tussen de Bijbel en ons. Het moment waarop we alleen komen te staan, waarop we met vervolging en verdrukking te maken krijgen, kan wel eens veel dichterbij zijn als dat we denken. Nou, dan zegt de Heer Jezus, als dat nou gebeurt, wees dan niet verbaasd. Want dat hoort bij het volgen van mij. Ik heb het je in dit hoofdstuk al voorzegd. Je zou kunnen zeggen, de vrijheid om een christen te zijn die wij in de westerse wereld lang gehad hebben, waar we gewend aan zijn, die vrijheid is eigenlijk helemaal niet normaal. Eigenlijk is dat, als je de woorden van de Heer Jezus serieus neemt, een uitzondering. De gewone situatie, zo zegt de Heer Jezus, de gewone situatie voor mijn wederkomst, voor degenen die mij volgen, is dat de mensen je haten, omwille van het volgen van mij. Wees daarom dus niet bang als er misschien vervolging of verdrukking aankomt. Eigenlijk zou je vooral verwonderd moeten zijn. Verwonderd dat wij al zo lang geen vervolging en verdrukking gehad hebben. Eigenlijk zouden we ons moeten verbazen over de vrijheid die we nu hebben. Want dat is wat afwijkt van de situatie zoals de Heer Jezus die als gewoon beschrijft. De gewone situatie voor iemand die de Heer Jezus volgt is dat hij vervolging en verdrukking kent. Dus als er vervolging en verdrukking komt, wees dan niet verbaasd. Maar denk dan terug aan deze woorden van de Heer Jezus. Hij, onze lieve meester, heeft het al voorzegd. Hij bereidt ons als het ware al voor op wat komen gaat. Hij vertelt het ons nu vast, zodat we niet erg zullen schrikken.
als het straks komen zou. Als het moeilijk wordt, als er vervolging en verdrukking komt. Dan is dat niet dus omdat de Heer machteloos is. En dan kun je ook niet zeggen, nou het loopt de Heer helemaal uit de hand. En hij kan er ook niks aan doen. En zie je wel, het geloof aan hem is zinloos. Want als hij zou bestaan, dan zou dit niet gebeuren. Nee, als het gebeurt, past het blijkbaar in zijn plan. Het is de weg die hij gaat om zijn koninkrijk te laten komen. De weg die hij gaat om te zorgen dat zijn huis vol wordt. Het is de weg die hij gaat om jou op de nieuwe hemel, de nieuwe aarde te brengen. Om daar voor eeuwig met hem te zijn. Schrik niet als het gebeurt. Je meester heeft het al voorzegd. Ja, zeg je. Mooi zo'n bemoediging. Mooi om te weten dat de Heer Jezus dit al voorzegd heeft. En het geeft me rust om te weten dat dit valt binnen zijn plan. Maar ja, ik moet er wel doorheen. Hoe ga ik dat doen? Mijn geloof is nou ook weer niet zo sterk. Als ik eerlijk ben, ben ik niet zo moedig. Alleen de gedachte al dat ze me pijn kunnen gaan doen. Of dat ik alleen en eenzaam ben. Als ik eraan denk, ik word bang, wanhopig. De gedachte dat ik moet volharden tot het einde om zalig te worden. Eigenlijk vind ik dat geen troostvolle gedachte. Het maakt me alleen maar bang dat ik niet volharden zou. Dan heeft de Heer Jezus een bemoediging voor je vanavond. Je hoeft die weg niet alleen te gaan. Je staat er niet alleen voor. Als je tot Christus gevlucht bent om door hem gered te worden, dan ga je vanaf dat moment niet meer alleen door het leven. Dan is de Heilige Geest met je. Overal waar je bent. Wat je ook overkomt, wat je ook gebeurt, de Heilige Geest is met je. Ook als het moeilijk is. Ook als je ten onrechte voor het gerecht gesleept wordt. Ook dan is de Heilige Geest bij je. En zegt de Heer Jezus dan, hij zal je op dat moment de woorden in de mond geven. Vers 19 en 20. Wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw Vader die in u spreekt. De Heilige Geest zal je de woorden in de mond geven die je moet spreken. En let erop hoe het er staat. Er staat dus niet dat je van tevoren een kant-en-klare preek in gedachten krijgt. Dat je rustig kan afwachten, nou straks moet ik spreken, nou ik weet al precies hoe ik dat ga aanpakken. Er staat zelfs niet dat je er niet tegenop zult zien. Of dat je niet bang zult zijn. En misschien zeg je, ja, als ik ooit geroepen word om in een vijandige situatie te vertellen wie de Heer is, nou, ik weet niet hoe ik dat moet gaan doen. Alleen bij de gedachte sla ik al helemaal dicht. Hoe moet ik getuigen in een vijandige omgeving van wie Jezus is? Ik weet nu al niet wat ik moet zeggen. En nu leven we nog in vrijheid. Laat staan dat het je leven kan kosten om van Jezus te getuigen. Nou, dat is ook niet wat de Heer Jezus van je vraagt. Hij zegt, op dat moment zal het je gegeven worden wat je spreken moet. Dus ook al ben je nu bang, ook al zou je dat nu helemaal niet kunnen, op dat moment zal de Geest met je zijn. Op dat moment zullen er woorden in je gedachten komen om te spreken. Nu zie je dat misschien niet gebeuren, maar dan zal het gaan, omdat de Heilige Geest het doet. Omdat hij dan door jou spreekt. Nou, ik begon met de vraag, geloof je dat het bloed van de martelaar het zaad van de kerk is? Nou, dat is de reden waarom ik geloof dat dat waar is. In de vervolging en de verdrukking. De momenten dat jij als mens geen raad meer weet. Spreekt de Heilige Geest. En waar hij spreekt, daar gebeurt wat. Daar gebeuren wonderen. Waar de Heilige Geest spreekt, worden mensen tot Jezus getrokken. Wordt Gods koninkrijk uitgebreid. En we hoeven niet naar vervolging en verdrukking uit te zien. En daarnaar verlangen en daarom bidden. Mogen dankbaar zijn voor de vrijheid die God ons geeft. Maar als de vervolging en verdrukking komt, we hoeven het ons ook niet bang te maken. Want we staan er niet alleen voor. De Heilige Geest gaat mee. Hij wil dan door ons spreken. En met hem erbij zal het gaan.
Met hem erbij zul je volharden. Tot het einde. En zalig worden. Nou, als je dat nou gelooft, hè, wat de Heer Jezus hier zegt. Dan zou mijn vraag voor jou zijn. Waar wacht je nog op? Waarom zou je wachten met getuigen van de Heer totdat er vervolging en verdrukking komt? Als je de Heer Jezus kent, dan is de Heilige Geest nu met je. Ook nu wil Hij woorden in je mond geven die je spreken kunt om van Christus te getuigen. Want hoe wil je straks gaan getuigen als er vervolging en verdrukking komt, als je dat nu al niet durft? Wat je nu kan overkomen, als je van Christus getuigt. Het is niets in vergelijking met wat het christenen kost, die in vervolging en verdrukking getuigen van hun Heer en Heiland. En als jij iemand bent, en ik ken je niet, maar als jij iemand bent die niet of nauwelijks van Christus getuigt, heb ik een uitdaging voor je. Ga in deze vakantie eens op internet op zoek naar filmpjes van Open Doors. Of andere organisaties die opkomen voor vervolgde christenen. Er zijn op internet verschillende interviews met hen. Waarin ze beschrijven hoe het is om in een land waar vervolging is te getuigen van de Heer Jezus. Nou, dan zie je wat het kost om van Christus te getuigen. En stel jezelf dan eens een vraag als je dat kijkt. Kost het mij nu meer om van Christus te getuigen dan deze mensen? Als ik die vraag aan mezelf stel, dan schaam ik me altijd. Hun kost het soms hun leven. Zij worden erom gemarteld. En toch spreken ze van Christus. En dan hou ik maar mijn mond. Omdat mensen anders een beetje raar kijken. Of me uitlachen. Denk hier eens over na voor jezelf. De kerk heeft mensen nodig. Die van Jezus Christus getuigen. De naarbinnengerichtheid van onze kerken. Bezig met uiterlijkheden die de kern niet raken. Alleen maar met onszelf bezig zijn. Ons alleen maar bekommeren over ons en ons heil. Zonder ons te bekommeren om de eer van God. Die wij hem onthouden als wij niet van hem spreken in deze wereld. Dat is niet zoals de Heer zijn kerk bedoeld heeft. Dat is niet de gemeente zoals ik daarover lees in de Bijbel. Laten wij anders zijn. Laten we deze waarschuwing van de Heer Jezus in onze oren knopen. Er komt misschien vervolging en verdrukking. Laten we niet wachten met getuigen tot dan. Maar laten we dat nu doen. Als een oefening voor straks. Zodat we nu als de drempel nog laag ligt en het ons niet zoveel kost, kunnen oefenen. Zodat we straks als het moeilijk wordt, geoefend zijn in het leven en in het getuigen van de Heer. En het is mijn ervaring dat dat heel nuttig is voor je geloofsleven. Juist als je gaat proberen te getuigen van de Heer Jezus, dan maakt dat je heel klein, heel afhankelijk. Als je wil gaan getuigen van de Heer Jezus, dan moet je je over je eigen trots heen zetten. Over je eigen eer, over je eigen schroom heen zetten. En wat heb je dan de Heer nodig? Dat Hij je helpt. Wat heb je dan de Heilige Geest nodig die je over die drempel heen helpt? Die je zijn woorden in de mond geeft. Gaan getuigen van de Heer Jezus is nuttig voor je geestelijke leven. Dat laat je zien hoe nodig je hem hebt. Hoe afhankelijk je van hem bent. En tegelijkertijd is het ook een ervaring die je vertrouwen en geloof in de Heer versterkt. Niet alleen omdat het je heel afhankelijk van hem maakt. Maar ook als je getuigt van de Heer, dan kan ik je een briefje geven. Dan zul je ervaren dat hij er echt is. Misschien is je laatste gesprek waarin je tegenover iemand van de Heer getuigd hebt. Misschien is dat wel jaren geleden. En je denkt vanavond, ja, eigenlijk moet ik dat weer eens gaan doen. Eigenlijk moet ik gaan getuigen van de Heer. En je vouwt je handen en je vraagt aan de Heer of hij een opening wil geven waarin je van hem kunt getuigen. Die opening komt er. De vorige keer was jaren geleden. En nu opeens na je gebed,
staat er zomaar een mogelijkheid om tegenover iemand van de Heere te getuigen. Nou, wat is dat dan een bevestiging dat de Heere er echt is, dat hij je gebed hoort? En geloof me, dat gebeurt. Als jij bidt of de Heere jou een opening wil geven om van hem te getuigen, dan komt hij er. De Heere heeft graag dat jij over hem spreekt en van hem getuigt. En ik geloof dat de Heere zelf voor zal zorgen dat je op dat moment ook de juiste woorden zult spreken. En soms gaat dat met moeite. Kun je veel minder zeggen als dat je zou willen. En kom je thuis en denk je, oh, ik heb het helemaal verkeerd gedaan. En soms gaat het vanzelf dan. Dan is het een heerlijk gesprek. Waar het geen enkele moeite kost om te vertellen wie de Heer is. Maar hoe zo'n gesprek ook loopt. Ik denk dat je merken zult. Dat de Heilige Geest erbij is. Je voelt de afhankelijkheid van hem. En je mag merken dat hij erbij is, dat hij helpt. Op een Bijbelse manier christen zijn. Van Christus getuigen. Dat is niet alleen tot eer van God en tot redding van je naaste. Maar de Heer wil daardoor ook je eigen geloven sterken. Dat je alles van hem gaat verwachten. Weten dat hij je nooit beschaamt. Nooit. Dat hij er zal zijn. Ook als je alleen staat. Dat hij je de woorden zal geven. Om te spreken. Nou, we hadden het vanavond over vervolging en verdrukking. Over wat de Heer Jezus daarover zei. Of wij die vervolging en verdrukking mee gaan maken? Ik denk het wel, maar zeker weten doe ik het niet. Maar laten we ongeacht wat komen gaat, getrouw zijn in het doen wat de Heer ons opdraagt. Volharden in het volgen van hem. Getuigend van wie hij is, waar er ook maar een gelegenheid is. Met zijn belofte voor ogen. Dat wie volharden zal tot het einde, zalig zal worden. Amen. We gaan zingen. En als ik...
Ja, als er vragen zijn, dan kun je die nu stellen. Ik begreep dat ze ook geappt kunnen worden naar een nummer als je hem anoniem wil stellen. Mag natuurlijk ook. Maar voel je ook niet bevreesd en beschroomd om het gewoon direct te vragen. Foute vragen zijn er niet. En voel je ook vrij om het niet met me eens te zijn. Mag natuurlijk ook. Ik ben heel benieuwd naar jullie vragen of gewoon naar reactie mag ook. Ja, ik zal nog even de vraag herhalen voor de camera. De vraag is, ja, Petrus heeft dit onderwijs ook gehoord. En toch heeft hij de Heer Jezus verloochend. Dat kan mij ook overkomen, daar ben ik bang voor. Nou, ik denk dat als we eerlijk zijn, dat heel wat meer mensen dat zullen herkennen. Wie is er niet bang? Zeker als je weet, mijn leven staat op het spel. Of voor sommigen nog veel erger, ze gaan me pijn doen. Bij wie komt dan niet de gedachte op, dan zeg ik liever dat ik hem niet ken? Dan wel. In de werkelijkheid is dat gebeurd. Het is bij Petrus gebeurd. Die verhalen zijn er ook uit de vervolgde kerk. En we hoeven vanavond niet de held uit te gaan hangen en te zeggen, nou, als ik in die situatie ben, dan gebeurt het mij niet. Er was er eentje die dat zei van Jezus' discipelen, en dat was juist Petrus. Dus misschien koos de Heer Jezus hem juist wel uit om op zijn snuffen te gaan. Omdat hij dacht, oh, dat doe ik wel even. En dan leert Jezus hem, nou, als het erop aankomt, doe jij dat niet even. Dan heb je geluk nodig, of beter gezegd, dan heb je de Heilige Geest nodig om dat te kunnen. En ook in de kerkgeschiedenis nu zien we dat gebeuren. En tegelijkertijd, dat vind ik het mooi als je dan die verhalen leest van Petrus, maar ook van gelovigen nu die Jezus verloochend hebben toen het erop aankwam. Die zijn daarmee tot zichzelf ingekeerd, die hebben daar veel berouw over gekregen. En daarna zijn het vaak de grootste getuigen van Jezus Christus geworden, die met geen stok stil krijgt. Dus dat zou mijn bemoediging voor u zijn. Als de Heer wil dat u getuigt, dan gaat dat gebeuren. Ik kan niet beloven dat het makkelijk zal gaan. Als de Heer wil dat je getuigt, dan gaat dat gebeuren. En soms gebruikt hij daar ook een weg voor die ons eerst onderuit laat gaan om te beseffen, je hebt mij echt nodig. Dat is trouwens, als je in het Koninkrijk van God wat wil betekenen, een les die je sowieso moet leren. Het lukt alleen in de kracht van de Geest en anders niet. Ik denk dat het zo zou, als we ervoor komen te staan, wat u zegt, dat we dan door de Heilige Geest de kracht zullen krijgen. Maar vanuit onszelf denk ik niet dat het niet te verwachten. Precies, hè? Vanuit onszelf kan het niet, kan alleen als de Geest het geeft. En tegelijkertijd, God werkt wel door mensen die beseffen dat ze de Geest nodig hebben. Dat is waarom ik dit onderwerp voor vanavond uitgekozen heb. Als ik kijk naar de wereldwijde kerk, dan zie ik onder voorgangers een besef. Denk ondertussen al een jaar of 15, dat de vervolging aan zit te komen. Toen ik in Ridderkerk zat, toen had ik ooit een vraag gesteld aan de kerkraad. Waarom wordt er nooit over openbaring gepreekt? Of dat soort gedeeltes. En daar wisten ze geen antwoord op. En ik had toen zitten googlen. Hoeveel preken kun je over openbaring vinden? En toen viel me op toen ik dat ging doen, dat in eenzelfde tijd wereldwijd, zo aan de kerk in Afrika, als in Amerika, als in Nederland, als in Oosterse landen, dat tegelijkertijd er een hernieuwde aandacht kwam voor een boek als openbaring en of voor de vragen wat als er vervolging, verdrukking komt, als de wederkomst dichterbij komt. En zonder daarmee te zeggen, dus gaat het gebeuren, denk ik wel dat als heel veel kinderen van God over heel de aarde verspreid opeens dezelfde gedachte krijgen en de drang voelen om hun gemeente voor te bereiden op de wederkomst van Christus en de verdrukking die daaraan vooraf gaat. Dan denk ik dat we, nou, op zijn minst daarover na moeten denken. Dat was ook mijn insteek met vanavond. Wij zijn eigenlijk in de westerse wereld enorm verwend. We zijn bezig met ons eigen heil in de reformatorische gezindte. Hoeveel mensen worstelen niet met de toe-eigening van de hel? En begrijp me goed, dat is een goede vraag. Maar het is eigenlijk ook een hele verwende vraag.
Die vraag stel je niet als er vervolging is. Dan vlug je of naar Jezus toe en ben je gered, omdat je zonder hem niet staande kunt blijven, of je bent weg. Volgens mij heeft de kerk nodig dat wij beseffen, zonder de geest kunnen we niet staande blijven, ook nu niet. En dat we gedreven door de geest ook in onze tijd getuigen zijn. Het is belachelijk dat als ik in een reformatorische gemeente volga, dat het aantal allochtonen wat ik zie in een jaar de vingers van één hand te tellen is. Hebben wij dan geen boodschap voor mensen buiten onze kring? Dus ik hoop dat ik jullie vanavond wakker geschud heb. Nee, het is geen optie om niet te getuigen. Het is geen optie om tot je 80ste te worstelen over de vraag of het wel voor jou is. Je bent geroepen om met Jezus te leven en van hem te getuigen. Ja, dat is natuurlijk altijd een lastige vraag. De Heer wil iets en geeft ons ook nog een verantwoordelijkheid. Ik denk dat we dat tegen kunnen houden. De Bijbel is heel duidelijk. De Heer wil dat ieder van zijn kinderen een getuige is. Ik heb jullie geroepen om een priesterschap, om een koningschap te zijn. Dus als wij ons niet als priesters en koningen gedragen, en profeten, dan schieten wij tekort. En toch gebeurt het massaal. Dus de wil van de Heere dat wij dat doen en dat wij het in de praktijk brengen, dat zijn twee dingen. En tegelijkertijd, als je er echt voor komt te staan, als de Heere echt in zijn plan heeft opgenomen, ik wil dat jij gaat getuigen tegen die soldaat of tegen die rechter, of tegen die agent of tegen die buurman die jou even de les komt lezen. Nou dan. Dan kun jij denken, dat ga ik niet doen. Maar als de geest aanwezig is, dan ga je het doen. Of je nou wil of niet. En dat is ook wel het heerlijk ontspannende van de Bijbelse leren. Gods wil gebeurt altijd. En je kunt tegenspartelen, net als Petrus. Maar je gaat het wel doen. Paulus wilde ook niet, hè. Die geloofde niet in Jezus. En de Heer Jezus ontmoet hem. En Paulus spreekt terstond Christus. Dus. Maar tegelijkertijd, dat schakelt onze verantwoordelijkheid niet uit. Als jij een kans krijgt om van de Heer Jezus te spreken, en je neemt die niet, dan heb je wel wat uit te leggen straks op de oordeelsdag. Sterker nog, als jij niet bidt of de Heer zulke kansen geeft, dan heb je wel wat uit te leggen op de oordeelsdag. Ik was een keer in Engeland, in een baptistengemeente, en we zaten op zaterdagavond aan de keukentafel. En in die baptistische gemeente mocht je alleen aan het avondmaal, als van tevoren de kerkraad het gedachte had dat je een echt kind van God was. Wist ik gelukkig niet. Dus ik wist ook niet dat dat gesprek in dat teken stond. Heel naïef natuurlijk. Maar dus we hadden het over de geestelijke dingen. En toen schaamde ik me. Want er zat een jonge man, 19. En ze deden allemaal een rondje. Tegen hoeveel mensen heb jij de afgelopen week van de Heer Jezus getuigd? Oude man, 3. Garagemonteur, elke dag. En dat jonge jochie. Ja, gemiddeld 3 keer per dag. Dat vakantie, mocht in de garage helpen. En nou ja, heel druk was het niet. Dus hij probeerde met iedere klant een praatje aan te knopen. Ja, je auto is kapot. Dit en dat scheelt eraan. Weet je dat je hart ook kapot is? Weet je dat ik weet wie hem repareren kan? Ja. Je kunt je afvragen of dat de manier is waarop je moet getuigen. Maar hij deed het wel. En ik vond het heel beschamend. Want dan zit je daar en dan moet je zelf terug gaan denken. Ja, hoeveel maanden, hoeveel jaar is het ook alweer geleden? Dus als ik iets van die passie om elke dag, als het kan, te getuigen. En dat lukt niet altijd. In Nederland heb je weer unieke uitdagingen, dat weet ik ook. Maar die drive zou wel moeten zijn. Laten we daar ook om bidden.
Ik geloof echt dat als je bidt, tenminste dat is mijn ervaring, dat het komt. Ik hou er zelf nooit zo van. Tenminste, ik ben niet iemand die snel op mensen afstapt en er zeker niet over dat soort dingen begin. En altijd als ik me dan weer schuldig voel, dan... Vroeger dacht ik, nou dan bid ik gewoon. Alleen ja, als je dat een paar keer gedaan hebt, was steeds mijn ervaring. Als ik dat bid, dan dezelfde dag of de andere dag, dan moet je. Want zulke gebeden worden wel verhoord. Dus met die ervaring durf ik te zeggen, als jij bidt of je gelegenheid mag krijgen, dan krijg je die. Dus laten we dat doen. Nog meer vragen of opmerkingen? Ik kwam wat later binnen, dus misschien heeft u daarvoor al meer uitleg over gegeven. U stipte aan de agenda trend die bezig is in Nederland. En u benoemde kort een vrouw die als vrouw geboren is. En ik veronderstel dat u bedoelde dat u het al later aangeeft als man door het leven te willen gaan. Wat ik voor mezelf wat lastig vind, is in hoeverre is het de eigen verantwoording van zo iemand om die keuze te maken. En wie ben ik dan om... ook al ben ik het er ook van de Bijbel echt niet mee eens. En zo voelde het dan voor mij om daar een soort van boven te gaan staan en dan toch misschien tot aanstoot te zijn door dan bewust zo iemand als vrouw te blijven noemen. Dat is wel een worsteling die ik voor mezelf lastig vind. Hoe ga ik daar mee om? Ja, dat is een hele goede vraag. Het voelt wel een beetje om erboven te gaan staan als jij tegen iemand die zegt ik ben een man, terwijl ze als vrouw geboren is, om die dan structureel met de vrouwennaam aan te blijven spreken en als ze te blijven aanspreken. De eerste wat je daarop moet zeggen is dat het om wijsheid vraagt. Ons doel is niet om ons punt te maken. Ons doel is om de ander voor Christus te winnen. Tegelijkertijd zit je vanuit de Bijbel wel met het lastige punt dat er in de Bijbel worden de verschillende gradaties van zonde genoemd. Je hebt zonde die je kunt doen zonder dat je dat bewust bent. Hè? Dat is een vorm van zonde. Je hebt zonde dat je heel bewust tegen de wet van God ingaat. En dan heeft de Bijbel nog een derde categorie zonde. En daar wordt in de meest gruwelijke termen over gesproken. En dat zijn de zonden die dat je ingaat tegen de scheppingsorde. Dus daarvan zegt de Heer, dat is voor iedereen zo vanzelfsprekend, dat heb ik zo duidelijk in de schepping gelegd, dat je heel subservies bezig bent, dat je willens en weten je verzet tegen iets wat heel duidelijk in de schepping zit, als je daartegen ingaat. En ik denk dat je dan onderscheid moet maken tussen persoon en beweging. Transgenderisme is een beweging waar miljarden ingepompt wordt door een aantal hele rijke mensen die willen dat er geen vaste samenlevingsvormen meer zijn. Er zit een ideologie achter van mensen die voor bijvoorbeeld een van de grote bewegingen daarin, die daarin aanwezig is, bijvoorbeeld een aantal rijke mensen die willen dat pedoseksualiteit genormaliseerd wordt en denken dat dit een van de stappen is die daarvoor nodig is om daar maatschappelijk draagvlak voor te krijgen. Dus je hebt een grote ideologisch gedreven beweging die dit op de agenda zet. En dat is ook waarom je ziet dat het zo snel is kunnen gaan. Hè? Er is een peiling geweest in 2004 wat Nederlanders vonden van transgenderisme. Toen gaf 95% aan het verwerpelijk en achterlijk en idioot te vinden. Gewoon een peiling gedaan door onze overheid. 4 jaar later was het 50-50. Nou, een maatschappelijke beweging wordt daardoor gesteund. Dus ik denk dat we tegen die beweging, die denk ik heel bewust bezig is om Gods scheppingsorde te ondergraven, dat we daar ons heel fel tegen moeten keren. Tegelijkertijd tegen de mensen, het zijn er weinig, 0,4% van de bevolking maximaal. Als je afgaat op wat de psychiaters die daar studies over geschreven hebben zeggen. Ik denk dat je daar heel barmhartig moet zijn. Via Bijbels Beraad ben ik betrokken bij een denktank die nadenkt over transgenderisme. Hebben we ook mensen zelf uitgenodigd. Mensen die dus transformatie
doorlopen hebben, ook gesproken. En een van de dingen die me elke keer weer treft als je zo iemand vraagt. Wat hebben die mensen een rot verleden achter de rug? Meisje, op de vierde kon ze al meer dan 10 mannen aannoemen die haar misbruikt hadden. Jongen, vanaf het moment van bewustzijn misbruikt door zijn vader. Ander iemand heeft in de 10 jaren, 12, 13, 14, zelf moeten overleven. Moeder was drugsjunkie, overleden in een loods. Niemand wist dat ze nog een tiener had rondlopen, dus ook niet naar school geweest. Totdat ze, toen ze 15 was, opgepakt werd en door politie in een pleeggezin geplaatst werd, wat daar ook helemaal fout liep. Ja, logisch als je een meisje van 15 die zwaar drugsverslaafd is en nooit zich heeft leren hechten in een gewoon gezin plaatst, dat dat moeilijk gaat. Dat zulke mensen dan zeggen, voor het eerst van mijn leven voel ik me gezien. En zeggen mensen dat ik goed bezig ben en dat ik er mag zijn. Dat zulke mensen zeggen, ja maar, dat is een identiteit waar ik me bij thuis voel. Ja, dat snap ik. Ieder mens heeft behoefte aan hechting. Ieder mens heeft behoefte aan gezien worden. Dus laten we naar die mensen toe heel barmhartig zijn. En tegelijkertijd, ja, die ideologische beweging, die, daar gaan we echt last van krijgen. Ik noemde die conversiewet. Dat is een van de dingen die uit die koken komt. Staat gewoon zwart op wit dat een predikant een half jaar de bak ingaat. Als die in een gesprek waarin een ongelijkwaardige relatie is. Nou, dat is eigenlijk volgens de wet altijd. Hè. Als predikant heb je als ambtsdrager gewicht over degene die als pastorant bij jou om hulp komt. Als je dan een opmerking maakt over verandering. Nou, strikt formeel valt dat onder conversie. Dan kom je dus in aanmerking voor een half jaar straf. Onvoorwaardelijk. Bij de tweede keer. En jaren bij de derde keer word je door de staat, wat juridisch volgens mij helemaal niet kan, maar het staat wel in het wetsvoorstel, uit je ambt ontzegd. Nou, dat, als ze dat gaan toepassen, heb ik een probleem. Ik bedoel, ik heb rondom Nashville heel wat mannen en jongens ontvangen die worstelen met hun geaardheid. Die vroegen, wil je bidden? Of ik ervan afkom, maar ik zeg altijd van, volgens mij is het eerste wat de Heer van je vraagt, dat je gewoon mag zijn zoals je bent. Ook met die gevoelens. Dus ook als je niet veranderd wordt, en je dan die gevoelens last blijft hebben, dan nog kun je in de Heer Jezus geloven, gered worden en leven als een goed christen. Maar natuurlijk mag je bidden of de Heer die gevoelens weg wil nemen, zodat je er niet meer tegen te strijden hebt. En dan bid je erom. Nou ja. Ik heb dat met meer dan 2 mensen gedaan, dus als die wet erdoor komt, dan... Kijk, kan ik me nog herinneren, ik had met dominee de Vries toen een gesprek over. Ik zeg, joh, ik wil best de bak in voor de Heer Jezus, maar niet om zoiets. En toen zei hij, ja, hij zegt, moet je eens gaan verdiepen in de christenen wereldwijd die gevangen zitten en die ter dood gebracht zijn. Er zijn er maar weinig die ter dood gebracht zijn met op hun aanklacht geschreven ze geloven in de Heer Jezus. Meestal worden ze op iets anders gepakt. Nou, dan ga eens kijken bij Open Doors. De ene dominee zit vast wegens vermeende pedoseksualiteit. Geen bewijs voor, maar krijgt er wel de doodstraf voor. De ander wegens belastingfraude. Geen bewijs voor, maar hij zit er wel om vast. En toen ging ik eens nadenken, ja, kun je van de Satan verwachten dat hij eerlijk speelt? Dus ook wel iets om rekening mee te houden als er vervolging en verdrukking komt en je wordt vastgezet of je krijgt last. Ja, de kans is groot dat het niet is omdat jij Jezus verkondigd hebt. Maar de kans is dat ze iets anders zoeken om je op te pakken, omdat dat veel leuker is om te doen. Dat ze jou voor de rechter laten komen om, waarom heb jij van Jezus getuigd? Ja, dan weet je natuurlijk, dan pak je het podium en dan ga je vertellen over de Heer Jezus. Maar als jij voor de rechter moet komen, waarom trap jij kwetsbare mensen de grond in? Ja, dan
ben je opeens niet meer zo sympathiek om naar te luisteren. En zullen er zelfs christenen zijn die zeggen, ja goed als ze zo iemand aanpakken. Dus moet je altijd heel strikt zeggen tegen iemand die van geslacht veranderd is, ik ga jou lekker eigenwijs aanspreken met je geboortegeslacht? Ik denk het niet. Ik denk dat je wel het gesprek mag aangaan en vragen, joh, maar jij kun je wel om laten bouwen met elke cel in jouw lichaam. Elke bioloog zal daarvan van elke cel apart vast kunnen stellen dat jij gewoon een meisje bent. Ook al ga je nu als man door het leven. Dus je kunt wel proberen de buitenkant te veranderen, maar je lichaam getuigt van hoe je geboren bent. Of je dat nou leuk vindt of niet. Ja. Maar een goede vraag, ik denk dat de christelijke gemeente daarover na moet denken. Hoe gaan we dat in de praktijk doen? Want dat is een hele moeilijke vraag. Op een of andere manier hebben die het beeld dat wij maar een hekel hebben eraan, omdat het zo in de Bijbel staat. Ik probeer zelf vanaf het in mijn eigen woorden zeggen van we veroordelen homoseksueel zijn zelf niet, maar het uiten veroordelen we wel. Maar het blijft wat lastig om het uit te leggen. Weet je hoe je dat een beetje van haar kan verwoorden? Ja, dat verschil is een typisch... Nou, het verschil wat je benoemt, hè, tussen homo zijn en homo doen, even plat gesproken, dat komt uit de Rooms-Katholieke theologie. Die heeft dat onderscheid aangebracht. En dat heeft lang gewerkt. Waar het niet dat de COC en andere lobbygroepen heel bewust, zowel bij de regering als op scholen in de voorlichting, erop gestuurd hebben om te zeggen, wie zegt dat je geen homo mag doen, zegt dus eigenlijk dat je geen homo mag zijn. En eigenlijk is dat in onze tijd gemeengoed. Als jij zegt dat iemand zijn seksuele geaardheid niet uit mag dragen, dan ontken je eigenlijk dat hij homo mag zijn. Dat die koppeling wordt gemaakt. Dus ik denk niet dat je dat op zo'n manier kunt brengen dat dat geaccepteerd wordt. Ik was zelf betrokken bij de vertaling van de Nashville-verklaring die door... helaas een aantal mensen voortijdig naar buiten gebracht is, waardoor de launch nou niet zo lekker liep als dat we gewild hadden. Het was bedoeld als een document om op een studiedag onder predikant in besloten kring te bespreken. Maar goed, dat is toen openbaar gegaan. En als bestuur hebben we toen heel veel gesprekken gevoerd met de SGP en met verschillende christelijke wethouders en met... mensen vanuit de reformatorische scholen. En die zeiden allemaal, als je het nou anders verwoord had, dan waren ze er niet over gevallen. Totdat SGP de eerstvolgende keer opmerking maakte over de wet. Wat ze heel zorgvuldig formuleren, want daar zijn ze goed in. En daar vielen ze even hard om over. Dus ik denk dat de tijd dat we door dingen voorzichtig te formuleren goed wil kunnen krijgen, dat die gewoon voorbij is. En de gedachte is heel simpel. Jij keurt mijn levensstijl af, dus jij keurt mij af. En dat is niet alleen rondom homoseksualiteit. Dat is net zo goed als dat het gaat over vrije seksualiteit. Als jij daar wat van zegt. Oh, dus jij wil zeggen dat ik een slet ben. Of jij voelt je beter dan mij. Omdat jij wacht tot het huwelijk. Dus ja, die lobby is gelukt. Mensen is aangeleerd. En dat zit in het lesmateriaal op school. Hè. En helaas ook op reformatorische scholen en evangelische scholen. De gedachte dat jij bent, hoe jij je voelt, dat jij het recht hebt om je uit te leven zoals jij je voelt, is ook onder christenen heel gewoon geworden. Terwijl de Bijbel zegt, leuk hoe jij je voelt. De helft van jouw gevoelens zijn zondig, dus moet je tegen strijden. Maar ondertussen zit de helft van de mensen die gelooft dat hun identiteit is hoe zij zich voelen. En dat betekent dat elke opmerking die je maakt over hun gedrag een directe aanval is op wie ze zijn, hun identiteit. Dus ik denk dat dat een tactiek is die Satan gebruikt om te zorgen dat jij moeilijker kan getuigen. En tegelijkertijd, als mensen zeggen, ik ben zoals ik me voel,
geeft het ons een geweldige mogelijkheid. Dat is nou precies wat de Bijbel zegt. Jij bent, niet hoe je je voelt, maar jij bent van Christus. Dus als iemand zegt, ik ben homo, zeg je, ik ben van Jezus Christus. Dan mag jij vertellen hoe geweldig dat is. Ik mag weten dat God mijn vader is. Dat hij elke dag voor mij zorgt. Dat wat ik ook meemaak, dat niet mij kan scheiden van zijn liefde. Ik weet dat als mensen mij verlaten, er één is die mij nooit verlaat. Ik weet dat als ik failliet gaat, als mijn bedrijf er niet meer is, als ik mijn baan kwijtraak, als ik gehandicapt in een rolstoel zit en dement ben en niet meer weet wie ik ben, dan weet ik dat ik nog steeds een geliefd kind van mijn hemelse vader ben. Als jij in die rolstoel zit, wie ben jij dan? Nou, volgens mij kun je dan best een heel wezenlijk gesprek hebben, want als jij je identiteit zoekt in, nou ja, je geaardheid of in je werk of, nou weet ik veel waar mensen tegenwoordig allemaal in zoeken. Nou, wat hou je van die identiteit over als je dement bent en niet meer bewust bent wie je zelf bent? Dus volgens mij kun je dan best een gesprek hebben, alleen jij moet ook een beetje creatief durven zijn in hoe we getuigen van de Heer. Goeie vraag. Waren er verder nog vragen? Of waren ze nog binnengekomen via de app? Nee. Geen vragen meer? Nou, bedankt voor het nadenken hierover met elkaar. En ik hoop vooral dat je hier voor jezelf over verder denkt en nadenkt. Hoe kan ik getuigen zodat als er straks vervolging en verdrukking komt, ik het niet moet gaan oefenen in hele moeilijke omstandigheden? Even kijken, dan gaan we nu eindigen, geloof ik, en daarna nog wat zingen. Nou, laten we de Heere bidden en danken. Heere, wat heeft u soms een moeilijke boodschap voor ons? We stonden vanavond stil bij dat onderwijs wat u al, Heere Jezus Christus, gaf over vervolging en verdrukking. Dat is niet iets waar we naar uitzien. Maar Heere, toch gingen een paar mensen staan op de vraag of ze bereid waren om hun bloed te geven. Als dat het zaad van de kerk zou zijn. En Heere, geef ons allemaal die gezindheid. En dan kunnen wij bang zijn dat we net als Petrus u verloochenen zullen. Maar als we het in eigen kracht moeten doen, dan gaat dat ook gebeuren. Daarom houden we onze handen op bij u. Heere, vervult u ons. En als we nog niet tot de Heer Jezus gegaan zijn, geeft dan dat we dat eerst zullen doen. Dat we weten dat onze ziel gered is. Dat we weten dat de Geest in ons hart woont. Heere, maak ons dan afhankelijk van u. En dan bidden we, geef u ons gelegenheid om te spreken over u. Te getuigen van wie u bent. Dat we daar nu mee mogen oefenen. Heere, gebruik ons om velen bij uw kerk te brengen. Om velen te brengen bij de Heer Jezus Christus. Dat straks wij samen met hen in die schade die niemand tellen kan, we mogen genieten van die heerlijke zaligheid. Van het zijn en het leven van, met u tot in eeuwigheid. Dat u zijn met onze broeders en zusters die vervolgd worden. Heer, wat kunnen ze het moeilijk hebben. Heer, zie naar hen om. En geef dat ze het merken zullen dat u er echt bij bent. Dat u hen de woorden in de mond geeft. Dat u hen bemoedigt, dat u hen kracht geeft, dat u hen drijft door uw Heilige Geest. En Heer, als ze vallen, laat ze door uw Geest weer opstaan. Als ze zwijgen, laat ze door uw Geest weer spreken. Heer, laat de boze niet overwinnen. Maar gebruik hun bloed tot zaad van uw kerk. Heer, zegen ze ook de gemeenten waartoe wij mogen behoren. Bouw uw koninkrijk, ook door ons. We vragen dat in de naam van onze Heere, Jezus Christus. Amen.